De lerarenopleiding van de PAL organiseert hier voor het derde jaar op rij een VIRO-beurs. Een VIRO-beurs, dat is een beurs die eigenlijk bezocht wordt door de virtuele oefenfirma's van de secundaire scholen. Deze scholen ambiëren dus dat er meer praktijk komt in de lessen en dat doen ze door het inrichten van die zogezegde virtuele oefenfirma's. Vandaag is hier nu een beurs en daar wordt dan drukhandel op gedaan, maar ook allerlei andere activiteiten komen aan bod. Allen van harte welkom op deze derde VIRO-beurs. En vorig jaar was dit al een succesverhaal met een 20-tal deelnemende ondernemingen en 300 bezoekers. Dit jaar overtreffen we dit zelfs met 23 ondernemingen. Als begeleider van de oefenfirma Work It Easy van de PAL vinden wij het heel belangrijk dat onze studenten deelnemen aan een beurs zoals de VIRO-beurs. Omdat wij dan samen met andere Limburgse oefenfirma's handel kunnen drijven. Onze studenten zijn dan in staat om een verkoopsgesprek te voeren om hun producten aan de man te brengen en ook hun firma eens voor te stellen. Het is belangrijk dat zij die vaardigheden oefenen en zo'n beurs is daar natuurlijk ideaal voor. Daarnaast is een beurs ook een manier om omzet te genereren. De studenten sluiten hier verkooporders af en op die manier draaien we dus een hogere omzet dan dat we bijvoorbeeld niet zouden deelnemen aan deze beurs. Ja, wij hebben een eigen oefenfirma, namelijk Work It Easy. Iedereen heeft daar zijn eigen functie. Ik ben daar bijvoorbeeld verantwoordelijk voor personeel en secretariaat. Dan is er nog de aankoopdienst, de verkoopdienst, boekhouding en zo verder. Dus iedereen heeft daar zijn eigen functie en leert daar heel veel uit. Het sluit heel kort aan bij de realiteit. Je leert daar meer uit dan uit een gewoon handboek. Work It Easy heeft contacten gelegd met andere oefenfirma's van Amerika, waardoor wij de uitnodiging hebben gehad van Merrill Lynch om daar aan een beurs deel te nemen. We hebben veel goede herinneringen aan Amerika overgehouden. We hebben veel internationale contacten gelegd en we hebben ook meegedaan aan een wedstrijd die we uiteindelijk hebben gewonnen.